Giovanni Korte, je hebt een pak aan. Je lijkt wel de technische directeur hier, maar dat lijkt me iets te vroeg, hè, voor jou in je carrière. Ja, zeker. Nee, ja, het is een mooi pak. Voor het eerst dit jaar zitten bij Dordt, hebben we een pak gekregen. Dat is wel mooi. Ik heb het idee dat je liever een ander pak aan hebt. Ja, zeker weten inderdaad. Ik had liever mijn tenuutje aan gehad. Waarom heb je die nog steeds niet aan? Dat komt omdat ik nog een beetje wat last heb van de fractuur op mijn kuit. Niet zozeer de fractuur zelf, maar gewoon meer de spieren rondom mijn bot. Ik was weer fit voor AZ en toen kreeg ik weer een tik precies op diezelfde plek. Ja, en dat is nog wat gevoelig. Dus... Vertellen hoe dat voor jou binnenkwam toen je die tik kreeg, want ze dachten in eerste instantie dat het dezelfde blessure was. Ja, zeker. Dat was wel even schrikken inderdaad. Maar toen uit na het onderzoek bleek dat hij niet gebroken was, dus daar was ik wel heel erg blij mee. En dat geeft me wel een positieve boost natuurlijk. Hoe lang moet je nog wachten voordat je het veld op mag? Deze week ga ik weer het veld op, dus we beginnen met de veldtrainingen. Dus het gaat lekker. Dus het is rustig aan toewerken en ik hoop over 2 weken weer mee te doen. Dus, Wanneer kan je dan weer spelen? Ja, ik hoop over 2 weken. Daar ligt mijn focus op. Dus, Is er nog een bepaalde angst die je nu meeneemt, omdat je nu voor de 2e keer een tik op die plek hebt gehad? Nee, eigenlijk niet. Kijk, het is gewoon ongeluk en dat maakt op zich niet zoveel uit. Natuurlijk blijft het altijd wel gevoelig, maar ik ga het pas niet eerder spelen dan ik 100% fit ben natuurlijk. Je miste de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag ook al, nu weer. Baal je daar dan van? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, het is je club die in je hart ligt, natuurlijk. Maar nu, het is niet anders natuurlijk. Dus, je op een andere manier gelijk gaan halen volgens mij. Ja, zeker weten inderdaad. Ik ga, als ik terugkom ga ik 100% geven, wat ik altijd doe natuurlijk. En nog proberen goede wedstrijden neer te zetten. Hoe belangrijk is het voor jou dat ADO Den Haag in de afgelopen transferperiode buitenspelers ging zoeken? Ja, kijk, dat is aan hun geweest. Tuurlijk hebben ze mij verhuurd. Hun hadden geen vertrouwen in me, anders verhuur je me niet natuurlijk. Dat is logisch. Ik moet dat maar bewijzen doordat het in tegendeel is natuurlijk. Maar het lijkt me wel wrang voor jou, want ze zoeken buitenspelers terwijl ze die eigenlijk ook voorhanden hebben. En ja, ik zie een aantal supporters af en toe op internet schreeuwen van haal Korter dan gewoon terug. Ja, nee, klopt. Dat werd tegen mij ook verteld. Maar ja, daar kan je niks aan doen natuurlijk. En kijk, als in het begin van het seizoen tegen mij wordt gezegd, je kan beter verhuurd worden. Ja, dan ga ik niet bij ADO mijn kans afwachten. Want ik heb bij Dordt normaal gesproken gewoon een basisplaats. Hou je daar een vervelende smaak van over in je mond of niet? Nee, niet echt natuurlijk. Kijk, dat heeft wel 2 kanten natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk, ik voetbal voor mezelf. Tuurlijk, iedereen doet dat. Maar volgend jaar ga ik weer terug naar ADO. En dan ga ik daarvoor weer proberen om nu wel voor te gaan. Maar eerst het seizoen bij Dordrecht afmaken. Volledig gemotiveerd terug naar Den Haag? Ja, zeker weten, tuurlijk. Ik ben altijd gemotiveerd. Want je wil nog steeds slagen daar, neem ik aan, hè? Ja, tuurlijk. Ik heb niet voor niks daarbij getekend. En het is natuurlijk hartstikke mooi om voor Dordrecht te voetballen. Echt top. Ik ben ook... Mensen heel erg dankbaar hier, maar eerst met Dordrecht erin blijven, dat gaan we met z'n allen aan doen.